Bontkraagjes. Er zijn mensen die daar wat problemen mee hebben. En ja, als je dan ook nog studiepunten krijgt voor je demonstratie. Want ik hou niet van madammen met een bontjas. Madammen met een bontjas zijn gemeen. We zitten samen allemaal op een opleiding op de HVA. Krijg je studiepunten voor? Of? Zeker, je krijgt een studiepunt voor. Eigenlijk geen beroepsdemonstrant, maar een studiepuntendemonstrant. Nee, we willen ook voor een goed doel strijden meteen. We pakken wel twee delen mee. De leraar zei van dat is oké. Ja, die vond dit een goed plan om te doen. Jij bent je stem verloren. Jij demonstreert, maar je hebt zelf ook een bondje om. Ja, maar dat is nepbond. We zijn geen demonstrant, we verstrekken informatie. Dus je staat hier niet te demonstreren? Nee, want we staan niet met spanborden en doeken en mensen... Nou, ik zie daar een... Ja, maar het is geen tekstbord waarbij... We willen mensen niet afschrikken. Waar kijkt die leraar dan naar bij het uitreiken van die studiepunten? Van was de demonstratie effectief, nee, bijvoorbeeld? Nee, absoluut niet. Voor onze studie gaat het om dat het concept klopt. Gisteren waren er ook al studenten halfnaakt aan het demonstreren voor donorregistratie. Dit heeft toch eigenlijk niks meer met de studie volgen te maken? Ja, het is niet alleen het demonstreren. Het is ook het voorbereiden, het uitvoeren en het met elkaar werken aan zo'n project. Leidt de hogeschool dan niet de toekomstige generatie beroepsdemonstranten op? Nou, het is natuurlijk niet dat ze alleen maar 4 jaar leren te demonstreren. Het is uiteindelijk een onderdeel van de minor. Dus ze leiden niet op tot demonstranten. Meer tot mensen die creatief zijn en out of the box kunnen denken.